Chipson, de vraag was om een track te doen die helemaal van jou was. Hoe heet die track? Ik heb een track hier zo, Unlucky, heb ik net opgenomen. Heel haastig. Heel haastig? Oh, ja, man. Nou, haastige spoed is zelden goed. Oh, maar ja, dat zeggen ze. Zelden betekent dat het af en toe wel goed is. Ja dus misschien. Dat gaan we nu meemaken. Zijn naam is Chipson. Laat vooral ook via de Phonics app weten wat je ervan vindt. Hij is kandidaat nummer 2 bij Next Generation. Jeez! Ik ben naar Free Bands. Hey. Loop rond in de hood en ik voel die attention. Je arms kijk lang, vind me handsome. Maar die things daar, die boeien me niet. Om mijn fucking name wil ik een mention. Twee snoes, andere dimension. No J-books, maar waar is je intention? Ze ziet mijn snaps, aan mijn niggas chappen toe. Geen die bitch, ja die snap nu random. Jai dat me, abba money van no do. Fuck niet met blad, maar die bitches brengt naar school toe. Had een domme June, maar het is Oru. Die nieuwe schet, wat ik zie die niggas het ook doen. Bro, we zijn geen vrienden. Niggas willen de hele dag die man. Zeg me, wat valt te verdienen? Of wat ben jij? Baby, searching for money. Yeah. Mijn niggas grinden tot de dood. Brok zijn is niet funny. Yeah. All my niggas is hungry. All my niggas is hungry. Moest je wat schoppen, yes. My bro. I'm sorry, not sorry. Yeah. Yes, I'm sorry, not sorry. Yeah. Ik word die ziek, anders ben ik unlucky. Anders ben ik unlucky. Ik word die money, anders ben ik unlucky. Anders ben ik unlucky. In de streets, maar ik ben ook jobbing. Maar ik ben ook jobbing. Ook jobbing. Unlucky. Ik word die zieke, anders ben ik unlucky. In de streets, maar ik ben ook jobbing. Jobbing. Die guy die verwachtte something. Maar die nigga kreeg nothing. Nothing. Komt er van een Esther te veel pay. Er staat niets meer. Different. Free met dat stacks, man. Chipson, free bands. We be searching for money. Mijn niggas grinden tot de dood. Yeah. All my niggas is hungry. All my niggas is hungry. Ik moest je wat op, yes. My bro. Rock sound is not funny. Yeah. Yes, I'm sorry, not sorry. Yeah. Honest, man, it's unlucky. Honest, man, it's unlucky. They got the money, honest, man, it's unlucky. Honest, man, it's unlucky. In the streets, Marik Ben Oak jobbing. Marik Ben Oak jobbing. Oak jobbing. Unlucky. Yeah. Ik ga het eens van rechts naar links doen en dan begin ik gewoon bij Lies. Wat is je eerste gedachte? Ik vind zijn atmosfeer en zijn adlib game strong, man. Dat deed het wel echt voor mij, man. Of man. En voor de rest, wat ik ook vraag was, maak je ook zelf beats? Nee, man, bro. Maar ja, ik dacht dat toch door die keyboard, man. Maar voor de rest, vind je flow wel hard? Love. Ik zal gewoon doorgaan met wat je doet, man. Ja, toch. Moula? Ja, hard, man. Is hard. Is dom. Is dom. We doen die zingding en alles. Ja, is hard, man. Is wel veel beter, in ieder geval, dan veel Nederlandse rappers die nu in de game zijn. Oké, dat is wel een heel groot compliment. Die proberen te doen, ja. Dat is veel nice. Veel mensen proberen die UK-ding te doen, toch? Ja. Het is gewoon verrot, maar bij hem is het wel dom, man. Bij hem werkt het wel. Tabitha, ook alleen maar liefste? Ja, ik vind het was heel dope. Ik vroeg me alleen af waarom je gekozen had voor een song die je dus pas hebt opgenomen, niet iets wat je al uit je hoofd... Ik heb al producer sinds 96 en hun computer was gecrashed. Mijn laptop. Oh! Ah! Oh, is mijn productie nog safe? Ja, nee, okay. Sowieso sinds 96, hartstikke cool. Dope beat, zeker. Beats, heel dope, ja. Sowieso shout-out naar hun. Ik vond het heel dope. Ik ga wel heel eerlijk zijn, ik mis alleen een beetje aanwezigheid. Je zit heel erg in je eigen wereldje. En dat wil ik ook even zeggen voor alle andere kandidaten. Ik ga het niet mee laten tellen, maar het is heel belangrijk als je een ruimte binnenkomt, dat je in ieder geval netjes een handje geeft. Ja. Jezelf even voorstelt. Ja. En dat je de juryleden, in ieder geval de mensen in de ruimte alvast een beetje een feel geeft van de energie die je met je meebrengt. Dit is een heel mooi voorbeeld. Giva, volgens mij, of Giva Sparkle, ja, van de ronde was, waar ik... Haar energie heeft mij gepakt. Ja. En dat was ook mijn comment naar Lady B toen. Ik zei, haar energie is zo on point. Ja. Dat
ja, je mogelijkheden zijn eindeloos als je energie goed Want er komt echt iemand binnen dan? Er komt iemand binnen en je neemt ook weer iets mee naar huis van diegene. En dat vind ik heel belangrijk. Dus eventjes netjes een handje geven, eventjes jezelf voorstellen, is iets wat ik mee wil geven aan alle kandidaten.